Nog voor ik goed en wel wakker was, greep ik met mijn hand naar het nachtkastje. Op de tast vond ik mijn telefoon en nam hem mee onder mijn dekbed waar ik hem vast aanzette. Toen pas deed ik mijn ogen open. 6:55. Ik werd wel vaker wakker, net voor het alarm op mijn telefoon afging. Ik scrolde naar het icoontje om de wekker uit te zetten en zag dat er nieuwe berichten op WhatsApp waren. Mijn beste vriendin Lauren vertelde 5 keer dat ze niet kon slapen en hoe ze daarvan baalde. In de groepsapp met een paar meiden van school stond: "Is er iemand die ook niet kan slapen?" Ze had geen antwoord gekregen. Toen was ik kennelijk gaan surfen, ze had ik nog 2 links gestuurd met grappige filmpjes die ze op YouTube had gevonden. Ik typte: "Hey Lauren, duurde de nacht erg lang?" Er kwam niet direct een antwoord, waarschijnlijk lag ze nu nog te pitten. In de warmte van mijn dekbed checkte ik Insta en Snapchat en toen kon ik aan de maandag beginnen. De cijfertjes rechtsboven in het scherm gaven aan dat ik op moest schieten. Nadat ik gedoucht had, schoot ik in een strakke jeans en trok ik mijn nieuwe trui over mijn hoofd. Ik maakte me op en pakte mijn telefoon voor een selfie. Heel even bekeek ik het resultaat voordat ik de foto aan Laura stuurde. Mijn lange blonde haar dat los op mijn schouders hing, 2 slaperige bruine ogen in een rond gezicht met volle lippen. Plus de witte, pluizige trui.